6 september 1999 was de allereerste Brani. Artiesten kwamen opdraven. Oud-collega Gert van 't Hof was er, ooit medepresentator. Voor het laatste vaste weeksluiting met Pastoor Vismans. Kortom, de laatste Brani. Dus ik ga een ander programma maken vanaf aanstaande maandag tussen 2 en 5 live at Lloyd. Maar ja, ik zal zelf niet zo heel veel veranderen. Ik ga alleen meer mijn ding doen. Veel met live muziek en jong talent werken. En ja, daar zie ik erg naar uit eigenlijk. Tot 12 uur zijn er al een tijdje nieuwe programma's. En per volgende week gaat de rest van de dag bij Radio Rijnmond op de schop. Veel inbreng van luisteraars, veel live muziek en allerhande cultuur komt aan bod. Nou, de bedoeling is natuurlijk dat we zoveel mogelijk mensen proberen te bereiken in Rotterdam, maar ook buiten Rotterdam. Hè. We zijn er natuurlijk ook uit in Gorinchem, de Zuid-Hollandse eilanden. Dat we daar ook heel veel verhalen vandaan krijgen te horen via lokale correspondenten. En daarnaast willen we natuurlijk ook graag andere culturen die in de regio wonen aan ons binden. En dat door middel van cultuur, muziek, optredens, live optredens bij Live at Lloyd bijvoorbeeld. En daar moet op... Oh, schitterend. Thijs toch, ik wist niet dat je het in je had.